In Suriname hebben LGBTQI-personen, ondanks de officiële toegang tot gezondheidszorg, vaak te maken met stigma en discriminatie, waardoor minder dan 36% medische hulp zoekt wanneer nodig. Veel LGBTQI-zorgvragers verbergen hun seksuele geaardheid of genderidentiteit uit angst voor negatieve reacties van zorgverleners. Tegen deze gedachte aan vond gisteren de discussie Inclusieve gezondheidszorg in Suriname plaats. Keynote-spreker Gaby Seedorf zegt dat de verandering naar inclusiviteit nodig is, omdat dit bijdraagt aan het welzijn van mensen uit de gemeenschap. Zorg die specifiek rekening houdt met de behoeften van deze groep is essentieel om hun gezondheid en welzijn te waarborgen. In Suriname is gezondheidszorg gedecentraliseerd. Deze diversiteit in zorgverlening maakt het des te belangrijk om te zorgen dat alle zorginstellingen inclusief en sensitief zorg bieden. In Suriname zien we nog steeds dat LHBTIQ+ personen voor aanzienlijke uitdagingen staan als het gaat om toegang tot zorg. Discriminatie, stigma en een gebrek aan kennis kunnen binnen de zorgsector ervoor zorgen dat veel mensen die zich niet veilig voelen, niet om medische hulp vragen die ze nodig hebben. Dit kan leiden tot onderbehandeling en een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Zorgvragers worden ook aangemoedigd om open te zijn over hun behoeften voor de zorg. Dit kan door middel van voorlichtingscampagnes om deze personen te ondersteunen bij het vinden van de juiste zorg. Een samenwerking tussen zorgwerkers en belanghebbenden speelt hierin een belangrijke rol, zegt Seedorf. Deze aanpakken zorgen ervoor dat de zorg op een holistische manier wordt aangepast aan de behoeften van de diverse groepen. Een voorbeeld hiervan is de toolkit Komt een mens bij de dokter. Een interessant instrument dat zorgverleners praktische handvatten biedt om de zorg voor LHBTIQ+ personen te verbeteren. De toolkit richt zich op het bieden van zorg zonder vooroordelen met oog voor de specifieke kwetsbaarheden van deze groep. De bijeenkomst bood een belangrijke gelegenheid om samen te werken aan een inclusieve en veilige gezondheidszorg voor iedereen in Suriname.